Boer maakt ik een projectplan, dat is een plan van aanpak. Een projectplan is eigenlijk een plan van aanpak. Door een voorblad te hebben. Altijd genummerd. Inhoudsopgave. Altijd de inhoud. In eerste instantie praat je over de achtergrondinformatie. Waarom doe je dit? Wat is de reden dat je het doet? Wat is je projectopdracht? Wat zijn de activiteiten die voort kunnen komen? Jullie activiteiten bestaan meer uit de presentatie, maar misschien ook nog het voorwerken, het maken van, het schrijven van, het ontwikkelen van. En hun is eigenlijk heel operationeel. Zo van, wat voor activiteiten vinden er plaats op de dag zelf? Maar daarvoor is het van, wie doet eigenlijk welke activiteit? Is er één bezig met de marketing, is er communicatie, is er één bezig met de financiën, is er één bezig met de coördinatie, is er één bezig met de organisatie. Voor jullie is dat meer in een soortement van outline, ja, van wie verzint de tekst. Waar gaat de tekst over? Wie gaat dat doen? Ja, want je moet toch presenteren, dus moet iemand de tekst verzinnen. Wat je als informatie gaat verstrekken. Ja? Wie wat gaat zeggen, nou dan is het eigenlijk kindseenvoudig.